bekijken we vanavond een van de meest romantische, maar ook gevaarlijke trajecten in Afrika. De Zambezi Express, die gaat van Kaapstad naar de Victoria Watervallen. De Nederlandse tekst wordt gesproken door Guus van der Steen. Een spoorlijn van Kaap de Goede Hoop tot de Zambezi was het ideaal van één man, Cecil Rhodes. Uit naam van het Britse Rijk legde hij de spoorweg aan. En aangekomen bij de Zambezi stichtte hij een land dat hij noemde naar zichzelf Rhodesië. In november 1979 heb ik zijn route naar het hart van Afrika opnieuw afgelegd. Tafelberg met zijn tafelkleed van wolken. Kaapstad 1979. Thuishaven van Europeanen in Afrika. Blank uiteinde van een zwart continent. Aan het begin van de Zuid-Afrikaanse zomer staat het lot van die andere blanke overmacht in Afrika op het spel. Tegen het einde van mijn reis is de oorlog in Rhodesië misschien afgelopen. Wat er ook gebeurt, het wordt een reis die niet te herhalen is. BBC World Service. The news read by John Stone. As delegates at the Lancaster House Conference in London discuss ways of bringing about a ceasefire in Rhodesia, two main areas of disagreement between the main parties have again emerged. The way the ceasefire will be implemented and the role of South Africa in the country's future. Het station van Kaapstad, 16 november. Neem de blauwe trein, zegt iedereen. Tweemaal per week legt hij de 1500 kilometer van Kaapstad naar Pretoria af. De blauwe trein is de meest luxueuze trein ter wereld. Vroeger had hij aansluiting op de grote stoomschepen en ook nu nog bezit hij dat aristocratische van rond de eeuwwisseling. Aan boord van deze trein is reizen een doel op zich. The blue train is ready to depart. Will all persons who are not undertaking the journey please leave the train now. Thank you. De blauwe trein is nooit te laat. Hij vertrekt om 12 uur onder het gebulder van een kanon. Met een kalm gangetje van 60 kilometer per uur trekt de wereld voorbij achter vensters waar een laagje puur goud op zit tegen de felle zon. In de baar wordt gebridged en ontspannen gekeuveld als in een vijfsterrenhotel. I like the little touches and I like being spoilt and they really make a fuss of me because as a regular traveller I become one of the family almost, you know. I was even presented with a pink carnation from the display one day and welcome to board. Een coupé kost 150 rand, zo'n 360 gulden. En voor dat geld kun je het er als je wilt 24 uur lang flink van nemen. I shall pass it doing what this train is designed to do, which is consuming food, drink, relaxation, sleep, reading and talking to you.
What do you think about the standard of the hospitality on the train? It's absolutely fantastic. It's overwhelming. It's too much, actually. I don't know how I should survive the 24 hours. I'd have to be very restrictive. So it's lived up to its reputation? Oh, it exceeds its reputation. I'm surprised how spacious it is. There are only 90-odd people on this train, and how on earth they run it, I don't know. Voor het middageten laat ik me aandienen bij de passagiers in het luxe appartement. Behalve een onuitputtelijke voorraad drank, krijgen ze voor hun 205 rand, zo'n 500 gulden, een geriefelijke slaapkamer, een badkamer met lichtbad en uiteraard een bediende die voor ze klaarstaat. De eerste uren rijden we door de vruchtbare vlakte van Kaapprovincie met zijn gematigd klimaat, met eiken en wijngaarden. Thuisland van de eerste Nederlandse kolonisten uit de 17e eeuw. Hun afstammelingen, die zich Afrikaner noemen, vormen sinds 1948 de heersende klasse van Zuid-Afrika. Zij hebben de apartheid ingesteld, het volledig scheiden van blank en zwart. Aan boord ontmoet ik Wilhelm de Klerk, een Afrikaner van de 10e generatie, en een bekend schrijver die hier vlakbij in Parel een boerderij bezit. In de uitgestrektheid van Zuid-Afrika heeft tussen de mensen en de spoorwegen altijd een hechte band bestaan. It is an amazing thing to think that Cecil John Rhodes built his railway right into what it today is Zimbabwe, Rhodesia. The railway, people became sentimentally and emotionally attached to the railway as part of the South African scene. It also provided an enormous repository for these Afrikaners who had been driven off the land after the Anglo-Boer War and who migrated to the cities. Afrikaners have only been in the cities for two generations, and the railways provided opportunities for them. It was a socialist institution. And at those days, of course, to start off, the railways had in their topmost posts, they were mainly British people because they had a longer experience of all this. But the Afrikaners started at the bottom and they came up and eventually took it all over. That is happening to the black peoples and the brown peoples today. They are also coming up from the bottom. Veel buitenstaanders die Zuid-Afrika niet kennen, vinden de Afrikaners maar eigenaardig met hun, ja, in onze ogen toch wel erg onrechtvaardige samenleving. Wat vindt u daarvan? This was this band of brothers which arose. They came about like the Puritans of New England, or Old England if you like, or Germany, or the communists, or the French Jacobins in the same kind of way. They wanted to reform the world. This is a reformed society. And like Hamlet, they wanted to clean up the world according to what they thought was their view of justice. And that's what, you know what happened to Hamlet in the end? Pursuing justice at all costs. And what you find is the dead bodies growing around you. Als de blauwe trein het dal van de rivier de Heks verlaat, verandert het landschap op slag. We rijden een van de meest woeste streken op aarde binnen, de Grote Karoo, het land van de dorst en van de hottentotten. Maar door gouden vensters zie je niks van het leven. Om 5 uur stopt de blauwe trein om van locomotief te verwisselen. Dan stap ik uit om iets te weten te komen over de mensen die langs de spoorweg wonen. Geëikte beelden van de Karoo, de windmolen. De witte boerderij tussen de peperbomen. Ver genoeg van de buren om de rook uit hun schoorsteen niet te zien. Land van de eeuwige pioniers, gegeeseld door droogte, waar alleen de schapenteelt lonend is.
Woensdag, 5:30 ochtends. Een klein stationnetje in de kleine Karoo. Ik ben van de hoofdroute afgegaan en ga nu met een zijlijntje een ander landschap en een ander tijdperk binnen. Het stoomtijdperk. Voor het eerst word ik ingedeeld. Ik ben nu een blanke eerste klasse. De blauwe trein heeft een internationale status en kent daarom geen rassenscheiding. Maar hier, zoals bijna overal in Zuid-Afrika, worden blanken en zwarten gescheiden gehouden. De plaatselijke bevolking noemt deze trein de Magadas. Hij doet 8 uur over 120 kilometer, maar dat kan niemand wat schelen. Ik herinner me dat Mahatma Gandhi als jong jurist in een trein in Zuid-Afrika besloot de strijd aan te binden tegen de discriminatie door de Britse overheersers in India. Er zal hier weinig veranderd zijn sinds de Magadas in de jaren 20 voor het eerst ging rijden. Elders in Zuid-Afrika sterft de stoomtrein uit, maar hier zou die eigenlijk altijd moeten blijven. De stoomtrein is een deel geworden van het plattelandsleven. Hij verbindt de nederzettingen in een streek met weinig wegen. Hij vervoert arbeiders en hun gezinnen naar de wijngaarden in de Ladysmith-vallei. Hij bevoorraadt de afgelegen boerderij en voert drinkwater aan in het lange, droge seizoen. De Magadas maakt deel uit van de mensen hun identiteit. It's not so modern. It's an old-fashioned system. And so are we. The community you find more old-fashioned people. They stuck to the nature. And diesel system will surely not fit in with our mountains. We just got to have this steam locomotives here. Aan boord van een boemeltreintje, op een dag als deze, hoop je dat de stoomtrein nooit uitsterft. Maar ik moet verder, over de historische spoorweg naar het noorden. De spoorweg van Cecil Rhodes. Donderdagochtend, 4 dagen onderweg. Na 12 uur in een lokale nachttrein ben ik in de Aar, 1000 kilometer van Kaapstad. Na de uitgestrekte Karoo is de Aar benauwend. Op dit kruispunt van spoorlijnen staan we oog in oog met het stoomtijdperk. Het is niet toevallig dat er in Zuid-Afrika nog stoomtreinen voorkomen. De Republiek heeft geen eigen olievelden, maar wel een enorme kolenvoorraad. En daarbij een vrijwel onuitputtelijk reservoir van goedkope, zwarte en gekleurde mankracht om de arbeidsintensieve stoomlocomotieven te onderhouden. Schoonmaken en smeren, maar niet besturen, dat doen blanke spoorweglieden. Zij doen ook het fijnere poetswerk. Kom hier, Jonas. Dave Marshall is voorman van de ketelmakerij en zit daarnaast in de gemeenteraad. Ik geef special attention to the fire bars. I set an example to them. I explain to them to follow me as their leader. They must learn from me. I must be a mirror in their life by being exemplary to them.
in every respect. But I said to one this morning, I said, the Lord has blessed you with the same amount of brains as myself. It's up to you to use it to the best of your ability. Iedereen die ik hier tegenkom, praat over verandering. Maar je vraagt je wel af wat dat inhoudt in de aard. I'm on the footplate of Maria, a huge locomotive built for South African railways by the North British Works in Glasgow, Scotland in 1953. So it's part of the British story as well, because this is one of the very last of the great locomotives that came out of Britain to Southern Africa. From then on, the Germans really took over the market, and in fact, Jennifer, the pilot locomotive in front, was built by Henschel, the Kassel in Germany, in the same year. Maria and Jennifer between them add up to about 500 tons of locomotives. And today, they're pulling a 1,200-ton freight train northwards out of Dar. It's one of the last of the great steam runs in South Africa. We stoppen midden in de woestijn en niet volgens de dienstregeling. Dat kan lang niet overal. Maar met de Zuid-Afrikaanse spoorwegen achter je, de grootste organisatie van de Republiek, is bijna alles mogelijk. Verhit en vies na 2 uur op de stookplaat, met zuizende oren en roet in mijn haar, heb ik weer vaste grond onder mijn voeten. Als Zuid-Afrika het laatste stoombolwerk is, is het traject de Aar-Kimberley een paradijs voor stoomtreinenthousiasten. En hun mekka is Kraankuil, een halte in de woestijn met een winkel, annex postkantoor en een hotel. Daar kun je vanuit je slaapkamer de treinen zien langskomen. In het gastenboek staan mensen uit Tokio, Michigan en Londen. Ze komen speciaal hierheen voor de treinen. Nee, ze komen heus niet voor een nachtrust. Treinen vol mineralen naar het zuiden, de bodemschatten van Zuid-Afrika. En naar het noorden, wapens. Voor Namibië, Rhodesië, wie zal het zeggen?
Zonsopgang in de heldere atmosfeer van het hoge veld. Onvoorstelbaar zuivere lucht voor deze reiziger uit het koude noorden. Ik rij Kimberley binnen. Het grote gat. De grootste mijngroeve ter wereld. Een monument voor Rhodes. Een kuil van Babel. Als ik in Kimberley ben, heeft Rhodes gezegd, dan ga ik vaak aan de rand van de mijn zitten om de waarde van de diamanten te berekenen en de macht die ze schenken. Elke meter van die blauwe bodem vertegenwoordigt een hoeveelheid macht. Tegenwoordig is in Kimberley weinig over van de grote diamantkoorts. Waar is Champagne Charlie gebleven, die zijn claim opwaardeerde met namaakdiamanten gemaakt van champagneflessen? Waar is Cockney Liz, die zichzelf bij opbod verkocht in Dodd's Bar? En de oplichter Barney Barnato, begonnen als Londens marktkoopman, die door Rhodes werd uitgekocht voor 5 miljoen pond. Uitsluitend vanwege de diamanten. Vanwege de ijdelheid van de vrouw, zei Winston Churchill in 1900. En de verdorvenheid van de man, antwoordde een vrouw. Kimberley leverde aan allebei. De grote dagen van de diamantkoorts liggen nu vast op foto's en in de herbouwde straten van het oude Kimberley. Over 10 jaar, als de diamant helemaal op is, is het met de hele plaats misschien zover. Maandagochtend, een week onderweg. Na Kimberley heb ik de route naar het noorden verlaten om met de blauwe trein af te buigen naar Transvaal en Johannesburg. Uit de grond geschoten tijdens de goudkoorts van 1890, het Afrikaanse Klondike. Bij aankomst in Johannesburg passeer je gele bergen afgewerkte gouderts die doorgaan tot 3500 meter onder deze wolkenkrabbers. Op die diepte voel je de hitte van het binnenste van de aarde. Deze stad is letterlijk en figuurlijk gebouwd op goud. Johannesburg is het politieke, commerciële en raciale hart van Zuid-Afrika. En ademt een sfeer van overvloed en koopkracht. Een levensstandaard die verder nergens in Afrika bestaat. Johannesburg is omringd door zwarte locaties, waar de arbeidskrachten wonen die deze welvaart mogelijk maken. Dit is Soweto, de grootste locatie. 1,5 miljoen inwoners, na Cairo de grootste stad van Afrika. De zwarte forensen komen per trein naar Johannesburg. Ik had voor Soweto een speciaal pasje nodig, want de apartheid werkt naar beide kanten. Soweto ligt een uur met de trein van Johannesburg, veilig weggestopt achter de bufferzone die de apartheid vereist. Niemand besteedde er vele aandacht aan, tot de gebeurtenissen van juni 1976. Rellen, die begonnen uit protest tegen het onderwijzen van Afrikaans op zwarte scholen, draaiden uit op een aanklacht tegen de behandeling van zwarten in heel Zuid-Afrika. Maar Soweto was de vonk in het kruidvat. En van de 700 slachtoffers die de politie maakte, stierven er hier 400. Rhodes heeft zijn spoorweg na 1890 in een paar jaar doorgetrokken van Kimberley naar de Zambezi, een afstand van 1500 kilometer. Als God bestaat, heeft hij gezegd, wil hij vast en zeker dat Afrika zoveel mogelijk Engels wordt. Om zijn route weer op te nemen reizen we in westelijke richting naar een spoorwegplaatsje dat in alle Engelse schoolboekjes staat, Mafeking. Ik verwacht er nog sporen aan te treffen van het beroemde beleg uit de Boerenoorlog. Maar nu is er een andere beleg, het gesprek van de dag. Dit keer komt er geen hulp voor Mafeking. In 1980 is het opgenomen in het zwarte thuisland Bofutaswana en heet het voortaan Mabato. Als we ons verzetten, zeggen de blanken, worden we een spookdorp. Maar in zekere zin is Mafeking dat nu juist. Zijn ware geesten liggen in een hoek van de begraafplaats in een vreemde, die voor altijd Engels zal blijven.
Er is maar één mens in leven die het beleg heeft meegemaakt. Nora Crewe. I think we took it as another day. Of course, well, I had a good mother who looked after us. My father worked in a town. I think he took the water round and gave it to the people. But we didn't think much of it, really. We children didn't. My mother often used to shout at us and say, you'll be running about without a head just now. But, of course, that was only fun, I think. What do you feel about such a historic old town going into one of the native homelands? Isn't it going to be a bit strange? I don't think it'll make much difference. At present, our native people are very respectful. They speak English to us, most of them, and they're very good. And we have no, well, I have no grudge against the black. Of course, I don't associate with them. I mean, I wouldn't like to live with them or anything like that. But that's only because I am white and they are black. Maar hier, in het San Hotel van Mabato, zijn jonge Zuid-Afrikaanse blanken een andere mening toegedaan. Want in het zogeheten onafhankelijke thuisland mogen ze dingen die in de Republiek zelf verboden zijn. Hier mogen ze drinken en dansen met jonge zwarten en ze mogen gokken. In Zuid-Afrika kiest de raciale verbroedering ondoorgrondelijke wegen. Vrijdag 7 december, tussen de middag. Na Mafeking nemen de Rhodesische spoorwegen het over. Van de Zuid-Afrikaanse rassenscheiding stappen we over op het goede oude Engelse klassensysteem. Het volgende onderdeel van de reis is een 24-uursrit van 750 kilometer naar Bulawayo, door het uitgestrekte, adembenemende veld van Botswana. Douane van Botswana op een Rhodesische trein. Eigenaardig als je erbij stilstaat. Maar het is tenslotte oorlog verderop langs de route. En Botswana is een van de frontlijnstaten en biedt onderdak aan guerrilla-strijders van het Patriotisch Front. Maar in Afrika gaan spoorwegen boven politiek. Als je vijand de spoorweg beheert die jou je mais brengt, moet je een compromis sluiten en je aan zijn dienstregeling houden. De Rhodesische spoorwegen hebben deze lijn vanaf het begin beheerd. Nu is Botswana in onderhandeling over teruggave. Ze willen tenslotte hun eigen spoorweg. In de tussentijd vatten ze het heel sportief op. De kern van het Rhodesische spoorwegpersoneel is Engels. Maar in tegenstelling tot Zuid-Afrika heeft Rhodesië veel zwarte machinisten. En binnen afzienbare tijd zit deze man zelf op de machinistenstoel. Botswana, groter dan Frankrijk en met maar 750.000 inwoners, is een onontgonnen land. Na de onafhankelijkheid in 1966 is dit voormalige Britse protectoraat jarenlang een van de armste landen ter wereld geweest. Zij het een van de weinigen met een democratie. Maar de laatste 15 jaar zijn de welvaart en de stadsbevolking opmerkelijk toegenomen. Nu er nieuwe koper, nikkel en diamantmijnen zijn ontdekt, wacht de bush op ontginning. Dit noem ik nou pas echt treinreizen. Niks geen airconditioning en verguld glas. Gewoon het raam open. En het avondeten in het vooruitzicht. Bereid op een kolenfornuis in een kombuis die net breed genoeg is om een pepermolen te hanteren. En wat een omgeving om in na te tafelen.
De geluiden en geuren aan de rand van de Kalahari. Kampvuurtjes en grazend vee. Het zoete gras in het veld. Gekwebbel van stemmen in de verte. Gaborone, hoofdstad van Botswana. 8:00. Het is vrijdagavond en een hoop mensen willen het weekende naar huis. Bij de hofmeester is slaapruimte in de eerste en tweede klas verkrijgbaar. Op vrijdagavond is het altijd stampvol en er wordt gevocht om een couchette. 2056B. Kijk uit voor de meisjes als je meegaat tot Francistown, zegt iemand. Vrijdag is betaaldag. En het leuke van de stoptrein naar Bulawayo is natuurlijk dat je niet gescheiden zit van je medereizigers. Al is niet iedereen even opgetogen over de trein. I prefer when you go with a car. You can do anything on the road, you see. You can stop and then make, you know, some funny games or, you know, stop or do those kind of business, play guitars, you know, just like I like music, you see. Yes. Yeah. Then you can stop on the way. But, I mean, do you like this train? But, you know, it's cheap to travel by train. Yes. Than by vehicle. Yeah. What about this train? Do you like it? Yeah, I know, I like it. If you're in second class, it's better. But if you're in fourth class, sometimes there are a lot of, you know, this. It's a bit full. Yeah, it's a bit full. That's why, and then many people, you know, try to cheat others. Some people sneak money from other people's pockets, you see. Het is pas 10:00, maar de mensen gaan hier vroeger naar bed dan bij ons. Van een vriend in Johannesburg heb ik Stanley's reizen door het donker continent geleid. In 1879 voorspelde hij dat de Europeanen Centraal-Afrika binnen 20 jaar in mootjes hadden opgedeeld. En dat klopte. Wat zou hij hebben gevonden van 1979? 6:30 ochtends. Het struikgewas is nog even onafzienbaar. De Botswanese Cockney Liz heeft niet op mijn deur geklopt. Francistown, de oude hoofdstad. Dit was het centrum van de allereerste goudkoorts in Afrika rond 1860. In 10 jaar was het voorbij. Nu werken al deze mensen in de goudmijnen van Johannesburg. Ze zijn naar huis gekomen voor het weekende. De spoorwegpolitie brengt de arrestant van die nacht op uit de vierde klasse. Een arme, onhandige zakkenroller. Elf uur 's ochtends. Na Francistown verandert de sfeer in de trein. Het personeel is gewapend. Benaderen de Rhodesische grens. Vlak na de grens ontmoet ik mijn begeleider. Onder de Rhodesische noodtoestand mogen journalisten nergens heen zonder geleide. Vanaf nu is Craig mijn filter. Hij vertelt me wat ik wel en wat ik niet mag doen en zien. What about personal safety? I mean, are you blasé about it by now? I mean, you've seen fairly cool. Well, I mean, are we safe as we stand here by this window? No. No? What? No, but the only people who are blasé in this country usually get buried. If you're blasé, you die. If you're wary, scared, but nevertheless philosophical about it, there's a good chance you'll live. When I say no, there's no place out in the bush which is really 100% safe. Purely because a guerrilla-type warfare lends itself to people being able to take a pot shot at you and your beer. And the fact that they shoot me is my bloody beer. I'm warned before I've said anything. Maar nog minder beschermd dan wij is het spoorwegpersoneel. Hofmeester Ronnie Carter heeft 3 maanden geleden een zoon verloren in deze oorlog. Het zal wel gevaarlijk zijn om regelmatig op deze lijn te werken. Well, yes, I suppose sometimes, you know, but we have been fired on, you know. Several bullets have come through the bar here with one of the chief stewards. Really? Yes, on my plum tree side, you know. So going down from Bulawayo to Mafeking, you know. So the other side of the country was fired on. Could be somebody out there now, you know, and just rattle up the train like, you know, you never know. Deze blanke Rhodesiërs proberen de moed erin te houden en bereiden zich voor op de laatste dagen van hun land. Bulawayo,
onder het toeziende oog van Cecil Rhodes. Het is zaterdagmiddag, alles is dicht. In 1893 was dit de koninklijke kraal van de Matabili. Maar in 4 jaar had Rhodes de spoorweg 1200 kilometer doorgetrokken om bij de rijke bodemschatten te komen. Zo snel legden de blanken het hart van Afrika bloot. Verslagen door de huurlingen van Rhodes deed koning Lobengula afstand van zijn land tijdens de beroemde vredesonderhandelingen die door blanke Rhodesiërs herdacht worden als de stichting van hun staat. Men zei toen van de zwarten, hun verleden is voorbij en toekomst hebben ze niet. Rhodes ligt begraven buiten Bulawayo, in de granietheuvels van de Matopas. Zijn spoorweg naar Victoria Falls heeft hij nooit voltooid gezien. Hier sprak Kipling zijn grafschrift. Tijdens zijn leven was hij het land. Nu hij dood is, zal zijn ziel het land bezielen. In juli 1980 hadden de stoomtreinen hier afgeschaft moeten zijn. Maar in de laatste 2 jaar van de oorlog is het tij gekeerd. Rhodesië beschikt over een grote kolenvoorraad en de stoomlocomotieven worden opgeknapt. Op deze manier is het rebellerende Rhodesische bewind de boycott te boven gekomen. Het is 8 uur in de ochtend, woensdag 12 december. We verlaten Bulawayo en gaan verder naar het noorden met de dagelijkse goederen annex passagierstrein naar Thompson Junction, getrokken door een Garrett-locomotief die geleend is van Zuid-Afrika. De passagierswagons zijn gescheiden van de locomotief, want de machinist is altijd het eerste doelwit van de guerrilla's. De Zipra heeft het grootste deel van het platteland geïnfiltreerd. Er gaan ook soldaten mee. Er is maar een handjevol passagiers, maar ze weten wat hun te doen staat. De vrouwen ook. I've been taught to disarm a firearm, to take it apart completely and re-put it together. We have been down to the rifle range a few times, shot off a few rounds. I have shot a Bren gun. I've learned to use hand grenades, phosphorus grenades, small rifles, pistols, you know. Wanky. De bestemming van de passagiers komt als een volslagen verrassing. Uit de maagdelijke bush doemen koksovens en koeltorens op. Een Engels mijnstadje in de Rimboe. Wanky is de grootste open kolenmijn van Zuidelijk Afrika. Hij levert de regering de brandstof die nodig is om de industrie, de spoorwegen en de oorlog draaiende te houden. Hier in Wanky zijn in 1972 bij een ongeluk 427 mijnwerkers omgekomen. Bij de ingang van de mijnschacht weer iets typisch Afrikaans. De spullen die rouwende verwanten hebben achtergelaten, blijven onaangeroerd staan. Wanky is het eigendom van Anglo-American en als zodanig onderdeel van een enorm mineralenconcern dat ook langs deze spoorlijn de lakens uitdeelt. Het grote gat in Kimberley, de goudmijnen van Johannesburg en de diamantgroeven van Botswana. Het land hier is naar de beers gegaan in ruil voor de financiering van de invasie door Cecil Rhodes van Matabeleland en kwam in 1953 in handen van Anglo-American. Deze mijnen waren onontbeerlijk in de 15 jaar van eenzijdige onafhankelijkheid. De kolenreserves zijn nog voldoende voor een eeuw. This is Thompson Junction near Wanky, and it's the end of the line for the passenger on Rhodesia Railways, because the passenger service from here up to the falls was stopped about 3 years ago because of the war. The line became too dangerous. So in order to get those last 65 miles up through dense bush to the Zambezi, I'm going to take the footplate of this freight train carrying coal up to Zambia. It's dangerous. We'll be going through an area of considerable guerrilla activity, and over the last 48 hours, they've been several strikes.
A policeman was killed inside Wanky Town the night before last. A loco sprayed with machine gun bullets. And in this yard, a shunter was shot and wounded in the head. So that's why you'll see soldiers on the train. Their presence is all the more ironic when you think that today is Rhodesia's first day back as one of Her Britannic Majesty's dominions. Because only a few hours ago, at midnight, the new British governor came here, took over, and lifted sanctions. But the war goes on. The date today is December the 13th, 1979. Deze mannen riskeren hun leven om hun vijanden te bevoorraden. Volgens ons manifest bestaat onze lading uit Zuid-Afrikaanse mais en kolen, bestemd voor Zambia, het land dat onderdak biedt aan de troepen van het Patriotisch Front die rondom ons in de bush zitten. En dit is maar enkele dagen nadat president Kaunda van Zambia de oorlog heeft verklaard aan Zimbabwe-Rhodesië. Matetse, we moeten water tanken in het hart van het guerrillagebied. Verleden week zijn hier een vader en zoon doodgeschoten. We zijn bijna bij Victoria Falls. Met volle snelheid raasde Garrett langs de controlepost de Falls-zone binnen. De zone is omringd door mijnenvelden. Het toerisme is er bijna tot het nulpunt gedaald. Er staat een verlaten casino dat is getroffen door een luchtdoelraket. 3 Amerikaansachtige motels, beschimmeld door de vochtige tropische lucht, zitten vol slangen en insecten en zijn tijdelijk opgeëist door de natuur. Well, here it is, the end for us of a journey of 2,000 miles. And as you can see, 395 brought us here unscathed, unmarked but for a face full of coal dust. Passengers no longer alight here to come and see the sights. And it may be a long time yet before another Zambezi Express connects the Cape with the Falls. In december 1979 gaan er uitsluitend Zambiaanse treinen over de brug. Ze komen onze lading kolen en mais ophalen. In december 1979 is dit de frontlinie in Afrika. En nu, in december 1980, lijkt alles alweer zo lang geleden. Nauwelijks 100 jaar geleden werd deze waterval voor het eerst door een blanke aanschouwd. Dit schouwspel is zo schitterend dat de Engelen op hun vlucht er vast en zeker naar gekeken hebben, aldus Livingston. Sinds die tijd is het getij van blank kolonialisme komen opzetten en weer weggeëbd. Voor Zuid-Afrika is het waarschijnlijk al te laat om op dat getij in te spelen. Net als de waterval zelf is de getijdenstroom van de geschiedenis genadeloos, onstuitbaar en ongevoelig voor overreding. De volgende aflevering van De Grote Treinreis wordt uitgezonden op zondag 7 maart om 7:15 op Nederland 1.